Assen, de volgende keer. In het haveloos huisje, in het armelijkste lot, zit een man in de kracht van zijn jaren. Hij kijkt naar zijn handen en buigt dan zijn kop en zit in de ruimte te staren. Dan denkt hij in wanhoop, waar moet dat naartoe? Waar zal er mijn scheepje eens stranden? Hij voelt zich zo eindeloos droevig te moe. Als hij kijkt naar zijn werkloze handen. Hij heeft in het lot van zoveel gedeeld. Hij werd naar de steun toegedreven. Daar werd hem een zeker bedrag toebedeeld. Daar moesten ze voortaan van leven. Die aalmoes, dat steungeld, hoe goed ook bedoeld, het is hem als voelt hij het brand. Het is of hij nu pas zijn machteloosheid voelt, als het licht aan zijn werkloze handen. O gij die nog werk hebt, o denk er toch aan, geen werkloze stumper te smaden. Wees blij dat u niet in de rij hoeft te staan voor het bittere brood der genade. Wees goed voor uw broeder, het is niet zijn schuld. Zijn werkloosheid is toch geen schande. Wees veel meer met eindeloos meelij vervuld.